Ik ben Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen op de Radboud Universiteit Nijmegen aan de Nijmegen School of Management en ik ben auteur van het boek Nieuwe Businessmodellen Samenwerken aan waardecreatie. In dit videocollege introduceren we drie centrale, maar nauw met elkaar samenhangende begrippen. Het eerste begrip is de Weconomy. Dat is eigenlijk een opvatting over veranderingen in deze maatschappij die zichtbaar wordt aan de hand van zeven trends. Die zeven trends maken dat we in een tijdperk van transitie terecht zijn gekomen. Een tweede begrip wat daar direct uit volgt heet nieuwe businessmodellen. En nieuw staat dan voor de idee dat mensen samen, collectief. Waarde creëren, vaak in de vorm van een community. In het volgende onderdeel van dit videocollege gaan we uitvoerig kijken naar dat businessmodel aan de hand van voorbeelden. En tot slot kunnen we nadenken over hoe we maatschappelijke initiatieven mede kunnen financieren. Wij noemen dat hybride financieren of hybride bankieren. En de grondgedachte daarvan is kunnen wij initiatieven betalen met meer dan geld alleen. Het klaverblad business model canvas in het kort. Het nieuwe businessmodel concept bestaat uit vijf onderdelen, vijf bouwstenen. We gaan dit model uitwerken van boven, dan gaan we naar links. Dan maken we de horizontale lijn af en dan gaan we naar onderen. Het eerste onderdeel waar we naar kijken zijn principes. De grondgedachte is dat als mensen met elkaar aan het werk gaan om een businessmodel te bouwen, om een nieuw businessmodel te bouwen, dat ze met elkaar afspraken maken over hoe ze met elkaar dat gaan doen. In dit model staan drie algemene principes centraal. Het eerste is. Dat we samen, wij noemen dat collectief, een model bouwen. We zijn samen aan het werk en we investeren samen. Dat betekent dat de uitkomsten ook gedeeld worden. We delen in de opbrengsten van dat model. En tot slot. Moet een model niet alleen financiële waarde genereren, maar het kan op alle mogelijke andere manieren waarde genereren. Sommigen noemen dat ecologische waarde. Het kan ook zijn dat het gaat om sociale waarde. Het kan ook zijn dat het gaat om betrokkenheid. Goede voorbeelden van modellen die werken in de praktijk en waar die principes centraal staan, zijn onder andere Emma's Hof in Den Haag, zijn het project Hutspot Hotspot in Rotterdam of wat te denken van Tessel Energie op Tessel. Aan de linkerkant van het model zien we het idee ontwerp. In het ontwerp stellen we ons de vraag met wie we nou zo'n model gaan ontwikkelen en we laten ons daarbij inspireren door die zeven stromingen uit de economy. Het gaat er eigenlijk om om een ontwerp te maken wat aansluit bij Waar mensen op zitten te wachten, waar mensen behoefte aan hebben, maar wat tegelijkertijd toch ook modern is. Goede voorbeelden van een ontwerp wat werkt zijn onder andere Wij Zoetermeer, een moderne variant van buurtzorg, zijn het programma My Wheels waarin mensen hun auto delen en is het programma Deel waarbij mensen hun kennis en kunde onderling verruilen via programma's. We gaan nu naar het midden van het model, waarbij we gaan kijken naar de waardepropositie. Eigenlijk is een waardepropositie dat wat het model in de aanbieding heeft, wat het verkoopt. Een waardepropositie is hetzelfde als het binnenwerk van een wekker: het maakt dat een, een businessmodel het doet of niet doet. Mensen herkennen instinctief een waardepropositie, en als dat er niet in zit, dan kan je beter thuis blijven. Mooie voorbeelden van absolute burgerinitiatieven met een waardepropositie zijn onder andere de Kledingbibliotheek in Utrecht opgericht. ...door drie fantastische studenten die kleren uit de vuilnisbak halen en vervolgens daar leenprogramma's op zetten. Een prima waardepropositie is onder andere thuis afgehaald van Marieke het Hart. We komen er nog op terug. Maar ook in het voorgaande bij My Wheels van Henri Menting hebben we natuurlijk een voortreffelijke waardepropositie. Na de waardepropositie gaan we naar rechts door in het model en komen uit bij de community... Misschien is de idee van communityvorming wel het hart van een nieuw businessmodel. Het betekent dat je gaandeweg het ontwerp, gaandeweg het ontwikkelen van de businesspropositie steeds meer mensen probeert te betrekken bij dat businessmodel. Je krijgt dus een businessmodel tussen mensen. Tussen partijen. Je krijgt een businessmodel wat misschien wel is tussen burgers, tussen de overheid en tussen betrokken partijen. We hadden er net al het voorbeeld van Texel Energie. Dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld tussen de mensen. Maar je kunt ook denken aan Wij meer. Een voorbeeld van zorg tussen de mensen waar we het net over hebben gehad. De essentie in deze is zonder gemeenschap vaart niemand wel en. Zo'n businessmodel moet daaraan beantwoorden. Een goed voorbeeld van een communitymodel is onder meer Hoge Wijk in Weesp. In dat model is een dorp gebouwd, eigenlijk een stadswijk voor demente bejaarden die zo goed mogelijk kunnen leven zonder dat ze, ik zeg het maar cru, opgesloten zijn. Ze kunnen hun eigen ding doen, ze kunnen boodschappen doen en hun hondje uitlaten. En dat doen ze in de gemeenschap van verplegers en verpleegsters, maar dat doen ze ook in de gemeenschap van hun naasten. Daar zien we die community gedachte ook nog eens in een wijk gematerialiseerd. Het laatste onderdeel van het klaverblad business model canvas is natuurlijk de vraag, is natuurlijk het bouwsteen, wat levert dit nu op? Wat voor waarden creëert dit nu? Van huis uit zijn wij gewend om alleen maar te denken in financiële waarden, om alles wat we doen in een businessmodel te monetariseren. Maar zou het niet zinnig zijn om ook te kijken naar andere waarden? Kijk nog eens even terug naar het voorbeeld van Emma's Hof. Waarbij mensen met elkaar een tuin onderhouden. Kijk nog eens terug naar Wij zoet er meer, waarbij mensen op een nieuwe manier voor elkaar zorgen. Hier wil ik het voorbeeld aanhalen van thuis afgehaald. De idee van thuis afgehaald is heel simpel: iets meer koken en dat dan verkopen. Door dat op een bord in de tuin of op een WhatsApp te zetten. Heel simpel, en iedereen kookt graag. Dat betekent. Eigenlijk dat we daar bazaal te maken hebben met een waardepropositie, vers eten, die heel klassiek economisch afgerekend wordt. Mag ik deze ertensoep betalen voor vier personen? Maar tegelijkertijd gebeurt er iets anders. Het maakt namelijk dat mensen hun talenten kunnen inzetten en zich daardoor gewaardeerd voelen. Kijk eens naar mijn mooie salade. Dat mensen in aanraking komen met moderne media, ook niet verkeerd. Er zit dus een educatief aspect aan. Maar misschien. Nog veel belangrijker is het dat mensen bij elkaar eten komen ophalen en daardoor op een nieuwe, veranderende, frisse manier met elkaar in contact komen. En ja, in het duur jargon noemen we dat sociale cohesie. En ik noem dat dan maar gewoon een gezellig klepje met de buurvrouw, waardoor je weer wat aanspraak hebt en contacten. Dat laat zien dat een businessmodel opgezet aan de hand van deze vijf principes meer dan één waarde creëert en dat bedoelden we in het begin met dit idee dat er sprake moet zijn van collectieve gedeelde en meervoudige waarden. Het zal niemand ontgaan zijn dat wij leven niet alleen in een tijd van verandering, maar ook in een tijd van structureel bezuinigen. Dus Financieren met alleen maar geld, het stimuleren van deze projecten in de samenleving met alleen maar grants en subsidies, is niet helemaal meer van deze tijd. De vraag is dan ook, kunnen we ook betalen met andere middelen? Kunnen we betalen met bijvoorbeeld energie of afval of tijd? En nog een stapje verder, kunnen we misschien een mix maken van die verschillende middelen? Dat idee noemen wij hybride financieren of hybride bankieren. Het betekent dat we met parallele waardestromen, tijd, energie en ook een klein beetje geld proberen een project te financieren. Het voordeel daarvan is dat als mensen geen geld hebben, ze toch kunnen bijdragen aan een project. Want ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, ik stop 100 uur in dit project en dan participeer ik toch en dan heb ik ook recht op de opbrengsten. Dit idee uitwerken is ingewikkeld. Het botst tegen alle mogelijke grenzen van instituties, van BTW en van banken aan. En toch denken wij dat het een hele interessante en hele uitdagende route is om te gaan verkennen. We zijn daar nog niet, maar laat ik tot slot het voorbeeld geven van de boer die geen geld had en wel daken. Hij zette een bericht op internet en vroeg om crowdfunding voor zonnepanelen op zijn dak. En in plaats van dat hij de opbrengsten betaalde in eurie, betaalde hij de uitkomsten, de rente in appels. Peren en coteletten. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. De kern van hybride financieren. We komen aan het eind van dit videocollege. Wat ik heb geprobeerd toe te lichten is dat de energie benutten in deze samenleving, energie die er overal is, want we leven in een energieke samenleving, dat dat niet vanzelf gaat. Veel initiatieven ontstaan, maar veel van die initiatieven zijn ook redelijk tot best wel amateuristisch, sympathiek. En dat betekent dat die initiatieven geprofessionaliseerd moeten worden, willen ze overleven, willen ze steun krijgen. Het is aan u om met de ogen van het Klaverblad Business Model Canvas naar die initiatieven te kijken en ze te beoordelen... Op hun structuur, op hun degelijkheid, op hun waarde of als u dat wil, op hun opschaalbaarheid. U heeft middels dit videocollege een aantal instrumenten in handen gekregen om daar kritisch naar te kijken en ik hoop dat u ook verder kunt denken dan subsidiestromen alleen. Met die elementen kunt u beter beoordelen wat er bij u in de buurt leeft en kunt u kiezen, initiëren en regisseren. Als u meer wilt weten over nieuwe businessmodellen en hybride bankieren, dan zijn er drie bronnen die ik u zou willen aanraden. Ik heb over dit idee nog niet zo lang geleden een TEDx gemaakt. Die kunt u natuurlijk gratis zien. Daarnaast hebben wij een database gebouwd. De Database Nieuwe Businessmodellen, waar inmiddels 500 burgerinitiatieven in zitten. En daarbij zijn alle mogelijke visuele en andere materialen beschikbaar gekomen om burgerinitiatieven te beoordelen. Tot slot ben ik zo vrij om u te adviseren het boek aan te schaffen Nieuwe businessmodellen samenwerken aan waardecreatie. Wat verschenen is bij Academic Service in Den Haag in 2014. Ik wens u een goed vervolg met deze bronnen en ik wens u veel succes bij het moderne ondernemerschap in de gemeente.